Hey, hey ja jij, welkom bij Mitchell's Dieren. Met de spin, wandelende takken, flappertakken en de dieren. Hey, hey ja jij. Welkom bij Mitchell's Dieren. Abonneer op dit kanaal. Blijf maar hier. Veel plezier. En welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Mitchell's Dieren. Vandaag ga ik jullie maar laten zien hoe ik mijn kampenotus Nico Barensis kolonie broedboost. Als je je afvraagt waarom ik zo schor klink, het is niet omdat ik jarig ben geweest, maar ik ben nogal verkouden. Dat jullie dit weten. Maar rustig maar hoor. Ik ga toch niet naar buiten zoveel. En als ik naar buiten ga, dan is het alleen met mijn vader en blijf ik in de auto of wat dan ook. Ik zorg gewoon voor dat ik niemand aansteek. Hoe dan ook, ja. Ik heb dus laatst iets besteld. En, ja. Daar, Dat heb ik vandaag binnengekregen. En, dat zal ik je laten zien. Hier is het. Balabim, balaboom. Hier is het dan wat ik vandaag binnen heb gekregen. Het is een pakketje. Een postpakketje met, nou, weet je wat? Ik zal het je laten zien. Ik pak het gelijk uit, hier. Goed, laten we maar even beginnen. Zo, dat is open. Voor mij heb ik het. De poppen van Kampenotus Nicobarensis. Dit is om een mierkolonie te broodboosten. Dit wat je hier ziet zijn de poppen. Hier zit een watje en hier het dopje. Goed, even kijken of er wat meer in zit. Dat weet ik niet zeker. Maar even. Nope, dat was het. Dat is helemaal leeg. Maar goed. Dan ga ik nu de kolonie broodboosten. Tot zo. Nou, en hier is de kolonie dan. Goed, laten we eens even broedboosten. Ik moet een beetje voorzichtig zijn. Dat de poppen niet uitvliegen als ik het open maak. Oh, natuurlijk, daar is het watje voor. Zo. Het zijn ongeveer 10 poppen, zouden ze zeggen. Nou goed, geloof ik wel. Ik geloof het wel. Goed. Ga ik even eten wat ze laatst hebben gegeten eruit halen. Met een theestokje. Eten van het is het eten wat ze niet hebben opgegeten, wat ze niet meer wouden. Hou ze weg. En doe ik nu de poppen erin. Wacht even. Nee, niet te snappen alsjeblieft. Zo, het zit erin. Het is gelukt, de broedboost. Oh, wat zullen zij blij zijn met hun nieuwe zusjes. Nou goed, de broedboost is helemaal gelukt. Ze hebben 10 extra poppen van hun eigen soort erbij. En deze kolonie, als je weer weet hoe broedboost het werkt, zal ik je even uitleggen. Ondertussen is er een timelapse van de later maar. Ik doe deze keer maar geen timelapse. Ik weet niet of jullie dat wel zo leuk vinden of niet. Maar goed, ik leg je wel gewoon uit terwijl jullie naar de mieren kijken. Oh, wacht even. Goed op. Leg je even uit hoe de broedboost werkt. Broedboost werkt als volgt. Je hebt dus de mierklonie die je hebt. En je moet een wilde klonie hebben. Of een...
Of een mieren verkopen die ook de poppen van die kloon die verkoopt. En ja, je moet dus in het wild aan zoeken als je bijvoorbeeld een laatste snijtje kloon hebt. En een, je hebt een nest buiten in de tuin van een grote, gigantische lazenijze kolonie. Dan ga je in de heuvel. Dan ga je daar onder het aarde kijken waar de poppen zitten. De kokonnetjes van de mieren dus. Dan pak je die poppen, scheid je de mieren van de poppen en de poppen geef je dan aan je mierenkolonie. Maar let goed op, het moet van dezelfde soort zijn. Echt van dezelfde soort, want anders gaat de kolonie de poppen opeten. Dat wil je niet. Maar goed, ik zeg jullie nog maar één ding en dat is... Abonneer en tot de volgende keer.